Ik ben eventjes naar de supermarkt geweest, want ik moest jus-poeder hebben. Ik wilde vanavond namelijk snijbonen stampot maken met gehaktballetjes en mijn jus-poeder was op. Dus ik vind het wel lekker om dan wat jus erbij te hebben. Dus ik denk, ik ga even naar de winkel. Want dan heb ik dus ook meteen gekeken van wat heb ik nog meer nodig. En ik heb heel eventjes de Scoopy-app bekeken. Want dat is eigenlijk al wel een tijdje geleden dat ik daarin gekeken heb. Want er staan vaak leuke producten in die je voor weinig geld kunt proberen. Ik had nog een paar eitjes en ik denk, ja, nou, ik neem er meteen 10 nieuwe mee als ik dan toch daar ben. Gisteren heb ik de andijvie lasagne gemaakt en toen heb ik eigenlijk de laatste lasagnebladen gepakt. Dus ik denk, dan neem ik ook meteen een nieuw pak lasagnebladen mee. De banaantjes, ik had er nog 2 liggen. Ik denk, ja, dan nemen we nieuwe mee, want ik wilde zo meteen ook een smoothie gaan maken. Ik heb een paar tomaatjes meegenomen, want we hebben nog mozzarella in de koelkast liggen. Nieuw pakje boter alvast. Een pot pindakaas, want Dave die zei toevallig dit weekend, dus eigenlijk best wel een tijdje geleden dat ik pindakaas heb gehad. En hij doet dat vaak dan op brood met suiker. Niet mijn smaak, maar goed, hij vindt dat lekker. Dus ik heb een pot pindakaas meegenomen. Ook de braadboter en dus de jus-poeder. Dat is dus voor vanavond. Verder kon je, dit is nieuw, de Joma Hummus kipsalade. Die is nieuw, die kon ik nu proberen gratis op de liefhebberspunten. Ik ga ik ga heel vaak bij de Jan Linders de boodschappen doen. Dan kun je punten sparen. Voor elke euro die je besteedt krijg je dan een punt. En die punten die kun je dan wel inwisselen voor ja, nou, bijvoorbeeld gratis producten. En soms hebben ze een product waarvan ik denk van, oh ja, dat wil ik wel proberen. En soms hebben ze een product waarvan ik denk, ja, dat is niks voor ons. Maar nu hadden ze dus deze hummus kipsalade van de Joma. En die kon je dus gratis proberen. Dus die heb ik meegenomen. En dan heb ik nog een aantal dingetjes van de Scoopy meegenomen. Niet heel gezond, want het zijn eigenlijk alleen maar snoepjes. En namelijk een frisse fruitmix. En ja, hij is al open, uiteraard. De Maom Bloks. Dat zijn dus van deze. Ja, en dan zitten dus verschillende smaakjes in. Daar moest je wel een kleine bijdrage van doen, van ik geloof 50 cent of zo. Maar ja, ik moet dus een foto maken van mijn bonnetje en als ik dat dan instuur, dan krijg ik het geld terug. En mijn ervaring met Scoopy is dat ik eigenlijk dan toch wel binnen 48 uur ongeveer het geld terug heb op mijn bankrekening. In totaal was ik 13,71 euro kwijt. Van de Maom, dat geld, dat krijg ik volledig terug. En van de Candyman, daar hoef ik maar 50 cent voor te betalen. Dus die bedragen die gaan er ook nog vanaf. Dus in totaal heb ik 11,13 euro uitgegeven. En die komen op ons lijstje te staan. Dan ga ik zo meteen dus een foto maken van mijn kassabon. Die stuur ik in een Scoopy. En dan krijg ik 2 euro, ongeveer 2,60 euro krijg ik dan teruggestort op mijn rekening. Dat gaat echt heel erg snel. Nou, het is tijd om te lunchen. Wat gaan we doen? Ik heb nog asperges in de koelkast liggen. Die zaten in mijn to-go-to-go pakket afgelopen weekend. En een dikke plak schouderham. Die zat ook nog in mijn to-go-to-go pakket afgelopen weekend. Ik wilde eigenlijk aspergesoep gaan maken. Maar ik dacht, ja, nou weet je, zo heel veel asperges is het eigenlijk niet. Het is 200 gram. Misschien kunnen we daar gewoon lekker aspergebroodjes van maken. Dus ik heb wat bladerdeeg. Die moet ik nog zo meteen eventjes uit elkaar leggen. Een paar plakken. En dan ga ik een asperge ragout maken. En dat doe ik dus in die bladerdeeg ja, vouwen. En we gaan een smoothie maken. En ik had deze, dus blauwe bes framboos. Die kun je gewoon in de vriezer vinden bij de supermarkt. En als die in de aanbieding zijn, dan zijn ze geloof ik 2 pakjes voor 2,50. En dan koop ik die wel eens. En dan leg ik ze in de vriezer aan. Als we dan yoghurt in het to-go-to-go pakket hebben zitten, dan maak ik daar wel eens een smoothie van. Dus ik heb er al een klein beetje uitgehaald. Ik geloof ongeveer een derde van een zakje heb ik eruit gehaald. Dat heeft hier al liggen ontdooien. Doe ik zo meteen wat yoghurt bij. En wat chularantje en een banaantje. Een beetje honing. En dan heb je gewoon een hele lekkere smoothie. Dus we gaan een lunch voorbereiden.
Een vraag die ik onlangs kreeg was, hoe is het met jouw moestuin? Slecht. Ik kan er heel lang en heel breed over vertellen, maar het is dus niet goed met mijn moestuin. Nou, wat is dus het punt? Ik zal het jullie zo ook eventjes laten zien. Het is nu een beetje chaos in mijn moestuin, want ik heb ook geen onkruid eruit gehaald, want ik wist dus niet wat onkruid was en wat eventueel misschien wel iets van groente was, iets van worteltjes of zoiets. Maar er groeit niks in mijn moestuin. Eerder heb ik ook moestuintjes gehad. En dan zo ongeveer in mei, juni had ik een courgetteplant. Die was echt gewoon gigantisch, een meter bij een meter. En dan kon ik daar 3-4 courgettes onderhand per dag van aftrekken. En nu heb ik nog steeds een heel klein plantje met 1 bloemetje eraan. Wat dan weer een beetje verschrompelt en wel dat niks aangroeit. En ga zo maar door. Ook de rest groeit gewoon voor geen meter. Ik heb toen besloten om daar wat foto's van te maken en te vragen in een Facebookgroep over moestuinieren. Van ja, goh, hoe kan het? Want normaal gesproken in de vorige moestuintjes die ik heb gehad, dan stopte ik een zaadje in de grond en ik gaf het wat water. En met een beetje geduld kwam er gewoon een plantje uit en kwamen er gewoon een hele lekkere groente uit. Maar in dit tuintje lukt het dus niet. En blijkbaar heb ik een hele arme grond. Er zitten dus geen voedingsstoffen in. Ik heb er dus ook geen nieuwe grond op gedaan. Ik heb er een klein beetje, volgens mij is het potgrond of zoiets, heb ik er overheen gegooid. En dat was het eigenlijk ook wel een beetje. Maar ja, dan groeit dus nu gewoon echt helemaal niks. Ik heb er een paar aardbeetjes vanaf kunnen halen. Volgens mij knoflook, ik heb een paar knoflookteentjes heb ik erin geduwd. Dat plantje groeit wel, dus in dat stukje van de tuin, dat groeit nog enigszins. Maar de rest van de tuin, waar dat ik heb er prei in gezet. Ik heb er worteltjes in gezet. Ik heb er tomatenplanten in gezet. Ik heb er komkommerplanten in gezet. Ik heb er kruiden in gezet. Maar niks groeit. En de vorige bewoonster van dit huis, die had gigantisch veel struiken en planten. Dus ik weet niet precies hoe dat het zit met voedingswaarden in de grond. Of dat die misschien alle voeding uit de grond hebben getrokken in het verleden. Maar mijn moestuin, ja, dat gaat gewoon niks worden dit jaar. We gaan er geen verse groente van afhalen. We gaan er geen fruit van afhalen. En omdat we toch het plan hebben om de hele achtertuin aan te pakken, heb ik ook besloten om er niet heel veel moeite voor te doen. Ik heb er wat moestuinkorrels opgegooid. Ik zag bij de Action moestuinkorrels. Dat was dan een soort kippenmestkorrels of zoiets. En daar kon je er dan op gooien. Dat was dan ook het advies wat ik kreeg van gooi er wat mestkorreltjes op. Dus dat heb ik gedaan. Maar ook even goed. Daarna is dan niks meer gegroeid. Ik zal het jullie even laten zien. Zoals ik al zei, ik heb totaal geen groene vingers. Dus ik weet echt niet wat onkruid is en wat nu groente is. Maar het enige wat groeit, dat zijn dus aardbeien. Dus jammer maar helaas. Maar zoals ik al zei, we zijn van plan om de hele achtertuin eigenlijk aan te pakken. En opnieuw in te richten en in te delen. We hebben ook al een plan gemaakt waar dat we onze toekomstige moestuin willen. En dan willen we hem ook gewoon op hoogte. Dus we willen een beetje een grote hoge bloembak maken. Waar dat we dan ook gewoon lekker omheen kunnen lopen. Zodat we op hoogte zeg maar de moestuin hebben. Dat hebben we in de vorige woning ook gehad en dat werkt wel heel erg prettig. Dus het is jammer, maar ik kan er wel niks van maken, helaas, pindakaas. Maar we hebben wel aardbeien. We gaan een beetje voor gemak vanavond. Ik keek eventjes in de vriezer en ik heb natuurlijk een tijdje geleden het Indonesisch buffet gemaakt. Ons Indonesisch kookavontuur, heel erg leuk. Ik had nog bami in de vriezer liggen, die heb ik gisteravond in de koelkast gelegd. Het is nog niet helemaal ontdooid, 2 bakjes. En daarnaast heb ik een bakje sajoer boontjes en een bakje daging smoor uit de vriezer gehaald. Ik heb nog kroeproek beneden liggen en ik dacht ik ga kip curry maken vanavond. Ik heb kipfiletblokjes een tijdje geleden, volgens mij vorige week, 2 weken geleden, weet ik niet precies. Kipfiletblokjes, 600 gram had ik. Ik heb 2 zakjes gemaakt van 300 gram. En ik heb gisteren, ik had nog wat worteltjes liggen. Toen heb ik besloten om nog wortelsoep te maken. Want de wortelsoep die ik laatst had gemaakt, die was echt heel erg lekker. Maar ik moest dus daar een beetje kokosmelk voor hebben.
En niet alles. Dus ik had kokosmelk over. En ik dacht, wat kan ik dus met kokosmelk maken? Dus ik heb zitten googlen. En blijkbaar kun je er dus kipkerry van maken. Vandaar dat ik dus de kipblokjes eruit heb gelegd. En ik had laatst kerrypoeder meegenomen. Dus dat komt allemaal mooi uit. Dus dit is ons dingetje voor vanavond. Ik ga dus nu de kipkerry ga ik maken. Ik ga ook wat rijst maken. En ik ga de bami en de sajoerboontjes aan de dag in smor opwarmen. Ik denk dat ik nog wat eitjes ga maken. En dan hebben wij gewoon weer een hele lekkere maaltijd voor vanavond. We zijn weer aan het einde gekomen van deze video. In totaal gaven wij een bedrag uit van 11,13 euro. De Candyman snoepjes die we via Scoopy konden proberen, die vonden we heel erg lekker. En ik ben benieuwd of dat jij ook wel eens producten hebt getest via Scoopy die je heel erg lekker vond en die je daarna nogmaals gekocht hebt. Laat hem eventjes weten in de reacties hier beneden. Voor nu wil ik jou graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.